Ik heb veel geld geïnvesteerd, inmiddels iets meer dan 60.000 euro op dit moment, maar slechts een klein gedeelte daarvan zit in vastgoed. Dat is nog geen 1500 euro. En dat komt omdat ik al langere tijd op zoek ben naar vastgoed in Nederland of in Duitsland en dan specifiek ook in woningen. Daar is waar ik in geloof voor de komende tijd. En vaak zul je zien dat vastgoed of Europees wereldwijd is en vaak ook in winkels. En juist in winkels... Ja, dat is niet de belegging die ik wil doen in vastgoed voor de langere termijn. Nou kreeg ik laatst via mijn affiliate netwerk de tip over Exporo. Dat zou goed aansluiten bij de doelgroep van mijn video's. Maar ik zag al vrij snel dat het ook interessant voor mijzelf was. Omdat dan Nederlandse en zeker ook Duitse woningen stonden. Investeren in vastgoed dus mogelijk was op die manier. Dus ik heb meer informatie gevraagd. Om mezelf in ieder geval te informeren of het iets is voor mij. En ik zeker om jullie mee te nemen of het mogelijk iets interessants is voor jullie. En daarom gaan we in deze video de informatie bespreken. Ik neem je eigenlijk mee in het proces waar ik op ga letten om informatie in te winnen. Welke punten ik op let om te kijken of het interessant is om in vastgoed te investeren via Exporo. Mogelijk komen we dan tot een conclusie dat het voor mij interessant is of juist niet interessant is voor mij. En dat je zelf die conclusie ook kunt maken tijdens deze video. Al die informatie dus in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl, een kanaal waar we regelmatig praten over investeren en beleggen. En ook in deze video gaan we dat dus doen, maar dan specifiek over Exporo en dus beleggen in vastgoed. Een van de eerste punten waar je eigenlijk altijd op wil letten is, wat kunnen we verwachten van deze investering? Houd er rekening mee dat dit marketingteksten zullen zijn en dat je dus later uit moet zoeken of wat hier beweerd wordt, of ook allemaal wel klopt. Dan gaan we kijken naar de website van Exporo. Dan zien we in ieder geval dat het een aanbieder is, een vastgoedplatform voor particuliere beleggers. Een van de punten die zij aankondigen is dat ze geen extra kosten rekenen. Dus dat is al interessant, omdat de drempel een stuk lager wordt om te beginnen met investeren in vastgoed. Je kunt een rendement van 4-6% verwachten. En je kunt ook mee profiteren van waardestijging van het vastgoedobject gedurende de jaren dat je geïnvesteerd bent. Inleg is mogelijk vanaf 1000 euro. En op dit moment is er ook een bonus, een welkomstbonus van 100 euro na je eerste storting. Oftewel, dit is 10% van je eerste inleg, aangezien de eerste inleg minimaal 1000 euro moet zijn. En wil je nou zelf de website gaan bekijken en alvast zelf op onderzoek uitgaan? Onder deze video vind je een link naar Exporo en dat is ook de link waarmee je dus gebruik kunt maken van die 100 euro welkomstbonus. En dan gaan we in deze video verder uitzoeken of deze verwachtingen die we nu hebben, aangezien we deze tekst hebben gelezen, of ze die waar kunnen maken en of het dus het product is waar ik in geïnteresseerd ben en misschien ook wel het product is wat bij jou past. Een belangrijke vraag waarmee we beginnen is, wat is Exporo? Nou, Exporo is een Duits bedrijf dat is opgericht in 2014 en in 2015 waren ze eigenlijk al marktleider in Duitsland op het gebied van digitale vastgoedbeleggingen. Sinds eind 2019 zijn ze ook actief in Nederland. Het is een bedrijf met meer dan 200 medewerkers, 249 vastgoedobjecten. Inmiddels is er voor bijna 600 miljoen euro geïnvesteerd en daarvan is ook wel weer 217 miljoen euro uitgekeerd. Uitbetaald eigenlijk aan de investeerders dus. Ze hebben een vergunning in Duitsland voor deze activiteiten en ook in Nederland hebben ze een vergunning bij de AFM. En dat zien we ook terugkomen op de website. Exporo is geregistreerd bij de AFM. Er zijn desondanks risico's verbonden met de aankoop van deze waardepapieren. Het verlies van de gehele investering is mogelijk. Maar dat is eigenlijk bij de meeste beleggingen die je doet. Wat ik ook altijd belangrijk vind zijn beoordelingen. Net als bij een webshop wanneer je iets voor de eerste keer ergens gaat kopen, ga je vaak de reviews lezen, de beoordelingen over het product, over het bedrijf. Want dat zijn de mensen die er al mee gewerkt hebben. Daar heb je in ieder geval een ervaring van die mensen. Kun je wat vaak wel iets uit leren. Kun je een beslissing al op maken om er überhaupt mee te beginnen of een product te kopen. Nou, dat kunnen we ook hier doen, want Exporo maakt gebruik van Ecomi. Dat is ook een online review platform waar dus klanten, investeerders van Exporo hun mening achter kunnen laten. Kijken we naar de beoordelingen, dan zien we dat er inmiddels 650 beoordelingen zijn. Meer dan 97% is positief, 1,7% is negatief. En juist die wil ik er dan even uitpikken. Vaak zie je dat het daar gaat over te laat reageren of dat er dingen niet zichtbaar zijn in het investeerdersdashboard. Dus eigenlijk meer IT gerelateerd. Dat zijn niet de punten waar ik direct op zou gaan focussen. Wat veel belangrijker is dat er gewoon betaald wordt en dat je geld veilig is, lijkt mij tenminste. En dat is eigenlijk wel wat ik uit de reacties haal. Vooral de positieve reacties zullen natuurlijk veel mensen hierover praten dat ze
mooi rendement te maken. Maar zorg ook zeker dat jij deze reacties leest. Überhaupt de hele website. Maar ook neem ook altijd reacties mee, zou ik zeggen. En een link hiervan vind je trouwens ook in de beschrijving onder deze video. Nu we een beetje een beeld hebben gekregen bij Exporo, kunnen we gaan kijken naar de projecten die ze aanbieden. Maar eerst wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Het is leuk voor mij dat ik weet welke video's interessant gevonden worden, zodat ik daar meer video's over kan maken. En wil jij nou meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar dan gaan we nu dus kijken naar die projecten van Exporo. En de projecten zijn dus vastgoedobjecten waar jij ook in kunt investeren. En op de website kun je in het menu klikken op investeren om de actuele projecten te zien. Nou, op dit moment zien we 2 projecten staan. Eentje in Düsseldorf en een ander project wat eigenlijk gedeeltelijk in Hannover en gedeeltelijk in Berlijn is. Dat zal dus gaan waarschijnlijk om meerdere panden in hetzelfde project. Nou, we zien eigenlijk al direct de verwachte rendementen en wat meer korte informatie over het object. Maar laten we ook zeker dieper ingaan en dat kunnen we doen door bijvoorbeeld het project van Düsseldorf aan te klikken. Op deze pagina komen we eigenlijk alle informatie over het pand tegen. Het begint bijvoorbeeld met het gebouw, een korte omschrijving van het pand waar uiteindelijk geïnvesteerd in kan worden met wat foto's erbij om een beetje een beeld te krijgen in het pand waar je wilt gaan investeren misschien wel. In een oogopslag, oftewel een samenvatting van het object. We zien ook informatie over de huurders, informatie over wie die huurders zijn en hoe de verdeling zit. In het pand hier in Düsseldorf is het 54% van de inkomsten komt uit de woningen en 46% van de inkomsten, huurinkomsten komt uit de winkel op de begane grond. We zien platte gronden van alle verdiepingen, zodat je wederom een beter beeld hebt van hoe het object eigenlijk is opgebouwd. En we zien ook een stukje van de omgeving en vergelijking met huurprijzen in de omgeving. En hierin kunnen we zelfs lezen dat de huurprijzen van dit object in vergelijking met de omgeving eigenlijk lager liggen. Dat wil dus zeggen dat ook waarschijnlijk bij nieuwe contracten, wanneer er nieuwe huurders komen, dat de huren zullen gaan stijgen. Omdat deze dan weer meer op het niveau van de wijk of in de buurt komen liggen. Dus daar zitten zeker al wel mogelijkheden. We zien ook een stukje waarin de externe taxatie wordt besproken. Aan de ene kant gebruiken ze een externe partij om het pand, de waardebepaling daarvan vast te stellen. Maar ook zeker de kosten van onderhoud voor de komende 10 jaar. Dus niet alleen weet je wat het pand nu waard is of wat het misschien over een tijdje waard is, maar ook de kosten die hieraan verbonden zijn. En die zijn natuurlijk weer belangrijk voor het volgende gedeelte, de cijfers en de begroting. Hier zien we eigenlijk een samenvatting en een schatting voor de komende 10 jaar. Dus je kunt hier al eens zien welke inkomsten worden er verwacht, welke kosten worden er verwacht en welke rendementen kun je uiteindelijk op die manier ook verwachten. Helemaal onderaan vinden we trouwens nog documenten. En hier zie je eigenlijk alle informatie die je nodig hebt om een keuze te maken om te investeren in dit specifieke object of project. En zo zien we eigenlijk dus best wel veel informatie over een specifiek project. Elk project, op dit moment zijn dus 2 projecten op de website, heeft deze uitgebreide omschrijving. Dat je eigenlijk alle informatie die je nodig hebt om een beslissing te maken, zul je natuurlijk hieruit moeten halen. En die is denk ik ook wel aanwezig gewoon op deze manier. Heel veel informatie waar je misschien zelf niks mee doet. Heel veel informatie waar je zelf niet aan had gedacht, maar waar je toch wel interessant is om het te weten. Alles wat je dus mee kunt nemen om een beslissing te maken. En op dit moment zijn er dus 2 projecten, maar je zag al dat deze bijna helemaal gefinancierd was. Het andere project stond nog wat meer geld open. Wat je vaak ziet bij de projecten is dat de helft wordt gefinancierd door een bank. En voor de andere helft zoeken ze dus investeerders, particuliere beleggers zoals jij en ik. Nou, op die manier kun je zien hoe ver het project al vol zit. En zeker een project wat bijna vol zit, daar gaat het natuurlijk wel vrij snel van dat het project doorgaat. Zover ik heb begrepen kunnen sommige projecten al binnen enkele dagen of zelfs binnen enkele uren helemaal vol zitten. Maar er komen ook regelmatig weer nieuwe projecten bij. Dus als dit niet het project is waar jij wilt investeren, wacht dan even. Waarschijnlijk staat er volgende week of volgende maand staan er weer nieuwe projecten die misschien wel beter bij jou passen. Mocht je nou net een project hebben gemist waar je wel interesse in had, binnenkort komt er ook de handelsplaats van Exporo online op hun website. En deze kun je dan verwachten in het voorjaar van 2020. En dit is eigenlijk een plek waar investeerders die al een investering hebben gedaan in een object, eigenlijk hun aandeel of hun aandelen kunnen verkopen aan andere investeerders. Oftewel projecten die in het verleden zijn gefinancierd, die al rond zijn, waar alles loopt. Eén investeerder denkt dan, ik wil liever mijn aandeel in dit project, wil ik verkopen, ik wil ervan af. Dan bied je het aan op deze handelsplaats. Stel je hebt €5.000 geïnvesteerd, dan bied je dat aan. En een ander investeerder kan dan denken, oh, die wil ik graag overnemen. Dat is een interessant project. Misschien
Heb ik het misgelopen om te investeren? Misschien ben ik al geïnvesteerd in het project en wil ik mijn investering uitbreiden. Dus dan kun je de investering van die ene belegger zeg maar overnemen. En daardoor dus ook de dividenden, de rendementen overnemen van die persoon. En zo zijn er dus extra mogelijkheden om te investeren. Als je al geïnvesteerd hebt of een project hebt misgelopen, kun je alsnog daarin investeren. Of misschien heb je juist geïnvesteerd in het project, maar wil je niet gedurende de hele looptijd geïnvesteerd blijven in het project. Wil je juist je aandeel verkleinen of helemaal verkopen, dan kun je jouw aandeel dus aan een andere belegger verkopen. En daarmee heb ik denk ik de meest belangrijke punten en informatie behandeld. De rest is vaak ook aan jou om zelf een mening daarbij te vormen. Je moet dus zelf de website gaan bekijken, zelf juist die projecten gaan bekijken of het ene project het interessante project is waar jij graag wilt investeren. En komen nu dus eigenlijk aan bij de conclusie van deze video. Ik denk dat er op het eerste oog best wel interessant uitziet. Zeker omdat het een mooi platform is waarmee particuliere beleggers natuurlijk kunnen gaan investeren in vastgoed. Normaal is vastgoed of je doet een REITs of je moet zelf een pand kopen. Nou, zeker van die laatste optie is de drempel heel hoog. En eigenlijk op deze manier kun je vaak toch wel in interessante projecten al investeren. Ik zie het eigenlijk ook wel een beetje als een soort crowdfunding. Want het zijn best wel, het werkt hetzelfde met projecten waar je kunt investeren, kleine gedeeltes daarvan kunt kopen. En je kunt ook makkelijk je positie eventueel nog bijkopen, uitbreiden of juist verkopen op deze manier via die handelsplaats. Zoals we net al zagen is er veel informatie te vinden over al deze investeringsobjecten, over deze panden. Dus je kunt denk ik genoeg informatie vinden om een beslissing te maken. En je kunt dus ook juist specifiek een object uitkiezen om te investeren. Waar je bij een REIT zowel winkelpanden, bedrijfspanden hebt, kun je bij Exporo dus specifiek kiezen om het ene project wel te doen en juist het andere project niet. En als je trouwens in de folder kijkt, zie je ook nog een keer een politiebureau bijvoorbeeld voorbij komen. Ja, een overheidsgebouw. De kans dat dat lange tijd gehuurd wordt, dat dat altijd op tijd betaald wordt, is heel erg aannemelijk. Vaak zullen ook woningen voorbij komen. Zoals gezegd, objecten waar ik geïnteresseerd in ben. Dus je kunt echt heel specifiek zeggen van, dit is een project wat ik wel wil, of juist een project wat ik helemaal niet wil, wat ik dus oversla. En dat is dus wel een voordeel eigenlijk ten opzichte van vaak andere investeringen, waar je eigenlijk automatisch over heel veel verschillende dingen geïnvesteerd bent. Zover ik kan zien bij de projecten die er nu dus zijn, die twee, is het allebei voor een looptijd van 10 jaar. Gedurende 10 jaar krijg je jaarlijks je rendementen uit de huurinkomsten. En aan het einde wordt het pand verkocht, waarschijnlijk aan een andere investeerder, nou, voor een hoger bedrag. Als het pand dan meer waard is dan op dit moment, kun je ook nog mee profiteren van de toegenomen waarde van het pand. Dus ook 80% geloof ik van de toegenomen waarde wordt weer verdeeld over de investeerders. Dus behalve je jaarlijkse inkomsten, je dividend, je rendement, heb je ook aan het einde nog een extra push, omdat waarschijnlijk dus vastgoedprijzen over 10 jaar hoger liggen dan dat ze op dit moment liggen. En wat me heel erg interessant lijkt is juist die handelsplaats van Exporo. Dat je dus juist een positie die je hebt ondertussen al kunt verkopen aan een andere investeerder. Of juist een andere positie kunt overnemen. Dus misschien je eigen positie uitbreiden. Of misschien een project wat je gemist hebt om er alsnog een kans te krijgen om te investeren. En op die manier heb je eigenlijk heel veel flexibiliteit. Wat je vaak ziet bij crowdfunding is dat je de hele looptijd eigenlijk eraan vastzit. Misschien 3, 5 of 10 jaar. En op deze manier kun je dus ook zeggen, als je over een jaar anders over denkt, andere situatie hebt, dan kun je altijd nog je positie verkopen. Exporo is inmiddels een grote speler geworden op deze markt. Er zullen dus waarschijnlijk ook veel vastgoedobjecten telkens voorbij komen. Nou, ook daar zul je vaak snel erbij moeten zijn, want het kan best wel zo zijn dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn, dat het bedrag wat ze zoeken best wel snel gefinancierd is. En wat ook altijd wel belangrijk is, om even te kijken naar het verdienmodel van Exporo. En dat vinden we ook op hun website. Exporo ontvangt een vergoeding van ongeveer 5%. Van het emissievolume van de obligatie voor het structureren van het aanbod, de distributie en de marketing. Dus op die manier hebben ze zichzelf eigenlijk altijd al een vergoeding gegeven. En die zit verwerkt al in de begroting zoals we die zagen bij alle projecten. En omdat deze kosten dus al in de investering zitten verwerkt, heb je verder geen aanvullende kosten, geen andere kosten. Dus niet voor het openen van een account, het aanhouden van een account, het geld eruit halen. Dat is allemaal niet van toepassing. Je hebt alleen kosten dus wanneer je geïnvesteerd bent en dan wordt automatisch al verwerkt. En natuurlijk zijn er risico's verbonden aan het investeren via Exporo. Dat is niet alleen via Exporo, dat is bij eigenlijk alle investeringen die je doet. Of er nou obligaties zijn, aandelen, vastgoed, dat maakt niet uit. Maar heel veel informatie kun je hier ook vinden op de website van Exporo. Gewoon op de pagina zelf, maar ook zeker in de documenten onder deze projecten. Daar staat nog heel veel vermeld over risico's bij elke investering die je doet. Sinds ik begon met deze video voorbereiden en op het moment dat ik nu de video op het nemen ben, tussentijds heb ik inmiddels een account aangemaakt bij Exporo.
Ik wil in ieder geval 1000 euro gaan investeren. En zeker ook die 100 euro welkomstbonus pakken. En ik ga binnenkort dus investeren in een van deze projecten. Als ik dat heb gedaan, zal ik daar nog een vervolgvideo over maken. Over welke stappen daarbij komen kijken. Hoe het in zijn werk gaat. Allemaal dat soort dingen. Dus dat komt in het vervolg nog een video over. Ben je na het kijken van deze video nou geïnteresseerd geraakt in Xporo? Of wil je misschien nog meer informatie? Onder deze video vind je een link naar de website. Daar vind je die informatie als je die nodig hebt. En je kunt jezelf daar ook aanmelden. En dus die 100 euro welkomstbonus ontvangen. En heb je dan nog vragen of opmerkingen over Xporo of vastgoed in het algemeen, laat ze achter in de reacties onder deze video. Ik zal dan of meteen daar reageren of ik neem je vraag mee in de volgende video zodra ik mijn vastgoedinvestering heb gedaan en hoop op die manier een antwoord te geven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt weer voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Het is leuk voor mij dat ik weet wat je interessant vindt, zodat ik meer hierover kan maken. Maar het is ook goed voor YouTube dat meer mensen dit te zien krijgen. En wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.